In verband met Diwali, het lichtjesfeest, zijn er de afgelopen dagen diverse activiteiten georganiseerd. Rond het Onafhankelijkheidsplein was het gisteravond bijzonder druk. De grote dia op het plein is een trekpleister voor mensen die foto's willen maken. Daarnaast was er een optocht van praalwagens. President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanuit zijn kabinet een Diwali-boodschap uitgesproken. Wij bevinden ons als land in uitdagende tijden. Juist nu symboliseert deze boodschap van Diwali de transitie die wij als natie meemaken. Diwali is de tijd om de duisternis van ongeluk, van armoede en achterstand te verlaten. De tijd om samen te bidden voor en te werken naar gelukzaligheid, rijkdom en voorspoed. En juist dan, terwijl wij onze zegeningen vieren en deze dag wijden aan gebed, zelfreflectie en spiritualiteit, zullen we ook invulling moeten geven aan onze plicht om onze medemensen te helpen. In het bijzonder de armen, de zwakken in de samenleving. Ik roep je dan ook op om deze feestdag in harmonie met uw familie, naasten en alle Surinamers hier in Suriname, maar ook daarbuiten, gezamenlijk te vieren en uw geluk en zegeningen te delen met elkaar. Omdat Diwali de overwinning van het goede op het kwade typeert, heeft de resortraad van Munder pakketten aan behoeftige burgers verstrekt. Jitin Bisisser, voorzitter van de resortraad Munder, hoopt dat het beter zal gaan in het land. Ik zoek Diwali aan ieder in Munder, ook een hele gemeenschap van Suriname, zoek Diwali. Hou je omgeving schoon en laat de verlichting in je leven komen en kijk wat alles goed gaat. Jitin Bisisser, voorzitter van de resortraad van Munder, was dat. Diwali is een nationale vrije dag die ook bekend staat als het lichtjesfeest. ATV wenst de totale Surinaamse gemeenschap een Shubh Diwali.